Jezus bespreekt het belang van rust, stilte en bezinning. Hoofdstuk 40 van het Aquarius-evangelie. Vroeg in de morgen kwam Jezus weer om te onderwijzen en te genezen. Een onverklaarbaar licht straalde, alsof een machtige geest hem overschaduwde. Een magier merkte dit op en vroeg hem vertrouwelijk van waar zijn wijsheid kwam en wat de betekenis van dit licht was. En Jezus zei: Er is een stilte waarin de ziel haar God kan ontmoeten, en daar is de bron van wijsheid. En allen die daar binnen gaan. Worden in licht ondergedompeld en worden vervuld met wijsheid, liefde en macht. Vertel mij van deze stilte en dit licht, zei de magier, opdat ik mogen gaan en daar blijven. En Jezus zei, De stilte is niet te omschrijven. Zij is geen plaats, door muren omsloten of door steile klippen, nog bewaakt door het zwaard van de mens. De mensen dragen steeds de heilige plaats met zich mee, waar zij God, waar zij hun God kunnen ontmoeten. Het doet er niet toe waar men verblijft: op de top van een berg, in het diepste dal, op handelsmarkten of rustig thuis. Zij kunnen direct. Te alle tijden de deur wijd opengooien en de stilte vinden, het huis van God. Het is in de ziel. Een mens mag niet zo door zakelijke drukte en het spreken en denken van mensen gehinderd worden, en als hij geheel alleen door een diep dal of een nauwe bergpas gaat. En wanneer de last van het leven zwaar drukt, is het veel beter weg te gaan en een rustige plek te zoeken om te bidden en te mediteren. De stilte is het koninkrijk van de ziel en kan niet door menselijke ogen worden gezien. Het gebeurt wel dat verblijvende in de stilte. Fantoomvormen door het denken flitsen, maar zij zijn allen aan de wil ondergeschikt. De meesterziel spreekt en zij zijn verdwenen. Wanneer gij deze stilte van de ziel zou willen vinden, dan moet gij zelf de weg daartoe bereiden. Alleen de reinen van hart kunnen hier binnengaan. En gij moet alle spanningen van het denken terzijde leggen, alle zakelijke zorgen, alle vrees, alle twijfel en alle bekommerde gedachten. Uw menselijke wil moet opgaan in de goddelijke. Dan zult ge komen tot bewustwording van heiligheid. Gij zijt in de heilige plaats. En gij zult op een levend altaar de kandelaars van God zien branden. En wanneer gij die daar ziet branden, schouw dan diep in de tempel van uw denken en gij zult het geheel in gloed zien. Overal, van het hoofd tot de voeten, staan kandelaars die er slechts op wachten dat zij door de vlammende toorts van de liefde ontstoken zullen worden. En als gij alle kandelaren ziet branden, ziet dan goed toe, en gij zult dan met de ogen van de ziel zien hoe de wateren van de bron van de wijsheid komen aanstromen. En gij moogt drinken en daartoeven. En dan scheuren de voorhangsels en gij zijt in het heilige der heiligen, waar de ark van God rust, op welks deksel de troon van de genade rust. Vrees niet dit heilige gedeelte op te lichten. De tafelen van de wet zijn in de ark verborgen. Neem ze en lees ze aandachtig, want ze bevatten alle voorschriften en geboden die de mensen nodig zullen hebben. En in de ark ligt de magische profetenstaf op uw hand te wachten. Zij is de sleutel tot alle verborgen bedoelingen van het heden, van de toekomst en het verleden. En dan, voorwaar, is daar het manna het verborgen brood des levens, en hij die hiervan eet, zal nooit sterven. De gerubim hebben deze kist met de schatten goed bewaard voor iedere ziel, en al wie wil, mag binnengaan en het zijne vinden. Kaspar hoorde de Hebreeuwse meester spreken en hij riep uit, Voorwaar? De wijsheid van de goden is tot de mensen gekomen. En Jezus ging zijn weegs, en in de heilige bossen van Cyrus, waar hij de menigte ontmoette, onderrichtte hij en genas de zieken.